Dit is een heel klein decor. Het is dan ook het decor van De Kleinste Show. Een programma waarin ik 10 weken lang op zoek zal gaan naar typisch Nederlandse dingen. Wat is nu precies Hollandse gezelligheid, Hollandse kost, Hollandse trots, Hollandse humor? Over 10 weken zal ik het weten en als u kijkt, u ook. De Kleinste Show loopt iedere zondagavond om 22:30 bij De Vara. Op dit net dus. En het wordt heel bijzonder. Ik heb er zelfs een das voor gekocht. Tot gauw. Oh. Vanaf donderdag aanstaande presenteren Hanneke Kappen op locatie en Robert ten Brink in de studio in Hilversum weer wekelijks het bijna 2 uur durende populair wetenschappelijke spelprogramma Wereldwijs. Elke uitzending staat in het teken van een bepaald thema. Deze keer de tropische regenwoud. Wereldwijs, donderdag aanstaande, 8:45, VARA Nederland 1. Goedenavond. Weer zijn duizenden Roemenen de straat opgegaan om te demonstreren. Deze keer tegen de aanwezigheid van een groot aantal voormalige communisten in het Front voor Nationale Redding en de voorlopige regering. In Boekarest trokken een paar duizend studenten en leden van de Nationale Boerenpartij door de straten. Volgens de demonstranten is er niets veranderd. Nog steeds hebben de oude communisten de macht in handen, zij het onder een andere naam. De betogers vinden dat er alleen echte democratische veranderingen kunnen plaatsvinden als de voormalige leden van de communistische partij verdwijnen uit de regering en het front. Gisteren hielden studenten een massabijeenkomst om hun eisen naar voren te brengen. Ze willen ook dat de verkiezingen worden uitgesteld om de nieuwe partijen meer tijd te geven zich daarop voor te bereiden. De grootste oppositiebeweging in de DDR, Neues Forum, is ontevreden over de opstelling van de SED, de Oost-Duitse Communistische Partij. Als ze niet meer van haar macht prijsgeeft aan andere groeperingen, dan zal Neues Forum oproepen tot een nationale staking. Nu al riep Neues Forum de Oost-Duitsers op weer massaal de straat op te gaan op 15 januari. Aangezien de Communistische Partij nog steeds alle touwtjes in handen heeft, is er bij een aantal oppositiebewegingen twijfel ontstaan over de werkelijke hervormingsgezindheid van de regering Modrow. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 12 EG-landen komen nog deze maand bijeen om te spreken over de veranderde situatie in de landen van Midden- en Oost-Europa. De Ierse premier Charles Hoghi zei dat na een ontmoeting met de leden van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de gemeenschap. Ierland bekleedt per 1 januari het voorzitterschap dat per half jaar roleert. Besloten werd om de EG-ministers sneller dan gepland bij elkaar te roepen, onder meer om het plan voor een Duits-Duitse hereniging van bondskanselier Kohl te bespreken. Commissievoorzitter Jacques Delors zei gisteren al dat hij voor de Duitse hereniging is. Opnieuw is in de vervoersbond FNV een crisis ontstaan. Het bestuur is demissionair geworden en handelt alleen nog de lopende zaken af. Ook heeft het bestuur de hulp ingeroepen van de vakcentrale FNV om een oplossing voor de problemen te vinden. Het conflict draait weer om de positie van algemeen secretaris Maarten van Rossum. Het leek of er een overeenkomst was gesloten om hem een andere positie binnen de bond te geven. Maar die oplossing bleek op de 13 uur durende nachtelijke bondsvergadering toch weer op losse schroeven gezet te worden. En toen heeft het bestuur besloten nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De helft van de 150 kabelexploitanten in ons land dreigt in de problemen te komen nu TV10 niet zal gaan uitzenden. Deze kabelexploitanten hebben de afgelopen periode investeringen gedaan om doorgifte van het sterrennet van Joop van den Ende mogelijk te maken. Veel firma's hebben een contract met het Zweedse bedrijf Esselte dat een kanaal had voor TV10. Maar nu TV10 niet doorgaat, kan Esselte het contract, dat circa 5 miljoen gulden voor de komende 5 jaar inhield, niet nakomen. De VKI, de overkoepelende organisatie van kabelexploitanten, verwacht van Esselte een alternatief programma of een schadevergoeding. De Amerikaanse ex-minister van Justitie, Ramsey Clark, beschuldigt de regering in Washington ervan het exacte aantal doden van de invasie in Panama geheim te houden.
De ex-bewindsman, tegenwoordig advocaat in New York, spreekt zelfs van een samenzwering. Volgens Clark zijn er zeker 1000 doden gevallen. In Panama zelf doen schattingen de ronde van 4000 tot 7000 doden, vooral burgers. Het ministerie van Justitie in Washington spreekt van 250 doden onder de burgerbevolking. Clark zegt dat medewerkers van het Rode Kruis en mensenrechtenorganisaties geen toegang krijgen tot de precieze informatie. Amerikaanse militairen in Panama-stad zijn begonnen met het verzamelen van de buitgemaakte wapens van Noriega en zijn aanhangers. De wapens worden verscheept naar de Verenigde Staten. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Panama, Hinton, heeft president Endara alle steun toegezegd. Hij riep op tot een nieuwe start na het donkere Noriega-tijdperk. Together let Panamanians and Americans build our relations on a basis of mutual respect and enduring friendship.